Rond 2007 kreeg FC Eindhoven te maken met financiële problemen. In 2009 dreigde dat tot een mogelijk faillissement. De club was op sterven na dood. Geen geld, nauwelijks toeschouwers op de tribune en al jaren ging het sportief dramatisch. Een 16e plaats in 2004, 15 in 2005, 17 in 2006, 19 in 2007 en 2008 en een 18e plaats in 2009. Als het aan de KNVB lag, was de stekker eruit gehaald. Wij spraken een aantal hoofdrolspelers uit die tijd. Oud-voorzitter Ed Kremers samen met toenmalig bestuurslid Guido Donders, supporter van het eerste uur Dennis van der Bos en Michiel Pieters, die nadat de club gered was instapte als voorzitter. In de komende twee haltes proberen we deze donkere periode uit de Eindhovense clubgeschiedenis zo goed mogelijk in beeld te brengen. Want in 2009 kwam FC Eindhoven in financiële problemen, maar hoe is het uiteindelijk zo gekomen? Want nee, de jaren daarvoor gingen ze ook minder. Hoe is het uiteindelijk ook voortgekomen in financiële problemen? Ja, gewoon te veel uitgegeven, hè, terwijl het er niet was. Hè. Want we hadden hier bestuursleden die zeiden, ja, we hebben nog een apart potje ergens. Maar die potjes die bleken er niet te zijn, maar er werd wel spelers aangetrokken en gedaan. En ze hadden ook achtergestelde leningen. Die hebben ze niet meegeteld als schuld. Dus dat is wel makkelijk, hè, als je van iemand 4 ton krijgt, achtergesteld en rente beloofd wordt. En er komt geen rente over, helemaal niks. En die mensen werden ook niet geïnformeerd. En dat bleek nogal bedragen te zijn. Het begon eigenlijk een jaar eerder al. Toen wilde de KVB toen de Jupiler League naar 18 clubs toe brengen. En toen heeft Eindhoven al een brief ontvangen van de KVB of ze zijn eigen die vrijwillig terug wilden trekken. Dat was het jaar eigenlijk voor dat het financieel zo slecht ging in 2009. En ja, je hoort veel roddels, maar wat er waar is, weet je niet. Dus als supporter zit je gewoon in onzekerheid. Om dingen te weten te komen, dat is bijna niet te doen. Er is toen wel een inzamelingsactie opgestart, waar supporters geld konden storten. Op een speciale website was dat. Dat heb je wel gedaan, maar veel meer kun je als supporter ook niet doen. Als je club blijft steunen. Sportief was slecht, financieel ging het slecht. Weinig publiek. Nee, dat waren niet de topjaren. Het begon eind 2007. Want toen zaten ze echt in de puree al. Dat, we hadden een begroting van 1,4. Hè? Zo ongeveer, ja. En een schuldpositie toen we aantraden. Als ons verteld dat 3 ton was. Maar dat bleek 1,6 miljoen te zijn. Dus, Wij geloofden die 3 ton. In eerste instantie. Dat was een zeer betrouwbare bestuurslid. Maar het bleek iets meer te zijn. Want al die achtergestelde leningen hadden ze geen een en ander meegeteld. En dan praat ik over bedragen van 4 ton. En nog een keer 4 ton. En 185.000 euro. En 80.000 euro. En nog een keer 80.000 euro. En ga zo maar door. Bij de gemeente 205.000 euro. Wat hadden we nog meer? Wim van Leegte. Ja, hier was 2 keer 4 ton. En dus daar zijn we eerst naartoe gegaan. En van de meeste kregen we gewoon een handtekening. Als jij voorzitter wordt, dan kom maar een handtekening halen. Nou, ze hebben dus toch wel een hoop opgehaald. Hè? De gemeente, PSV. Gemeente, PSV ook, ja. PSV, ja. Bij huurlingen die we gehad hebben. De spanning was te snijden bij voorzitter Ed Kremers. Woensdagmiddag kreeg FC Eindhoven de uitslag van de beroepscommissie te horen, die de verdere toekomst van de club bepaalt. Zo. En? Niet goed. Niet goed? Uiteindelijk niet. Rond 14:15 ontving de club het lang verwachte bericht en dat was niet positief. FC Eindhoven verliest haar proflicentie. Volgens de KNVB had de club voor het derde jaar op rij de financiën niet op orde. Dit is een grote, grote schande. En ik heb er geen andere woorden voor dat je een gezonde club, op dit soort gronden, dit soort geneuzel van 2 posten, de vuilnisbelt opgooit. Ik heb er geen andere woorden voor. Ik vind de grote schande, ik vind de arrogantie van de macht van de KNVB. En dit is onze belangrijkste wedstrijd in onze hele historie. En die verliezen we van achter een bureau. Er zijn absoluut geen woorden voor. Hier is de sport niet voor uitgevonden. Sport is gedaan om op het veld iets te doen. En niet van achter een bureautje. Is het over en uit, Ed? Het zal waarschijnlijk over en uit zijn, ja. Harde woorden voor richting de KNVB. Richting de KNVB, ja.
Wat waren uiteindelijk vanuit hun perspectief de redenen om Eindhoven de proflicentie in te trekken? Er werd genoemd de niet kloppende begroting voor 3 jaar. Wat waren uiteindelijk echt, was dat het enige wat ze zeiden of wat kwam er vanuit de KNVB gehoord? Want er was in 2008 geloof ik dat Kessler hier kwam boven. En die zegt, ik kom de stekker eruit halen, want jullie zitten, hebben jullie niet, hebben wij niet bedisseld. Hij zegt, maar dat hebben jullie gezamenlijk afgesproken als BVO's. 3 jaar categorie 1, stekker eruit. Nou, wij zaten 3 jaar categorie 1. Dus eigenlijk had hij volkomen gelijk. Ja, het publiek, ja, ik zei, ik heb wel eens mijn grap gezegd in de kleedkamer. Als je hem nou 10 minuten van tevoren het veld op gaat, kun je iedereen de hand schudden en dan kunnen we met de wedstrijd beginnen. Zo weinig toeschouwers waren. Ja. En we hadden schulden. Dus ja, eigenlijk hadden wij geen poten op te staan. Ja. En de KNVB wilde ook van 18 naar 16 ploegen. Ook dat, ja. En dat was natuurlijk ook een stok. Ja. Maar ja, toen ben ik toch een keer, heb ik hem een keer gebeld, Kessler. Want hij schoffeerde ons in de pers. En wij hebben hem altijd netjes van repliek gediend. Zoals het hoort. En toen heb ik hem een keer gebeld op maandagmorgen. Ik zeg, heb je tijd voor een kop koffie op korte termijn? En toen werd de verbinding verbroken. Ik denk, shit. Maar 10 minuten later belde hij terug. Hij zegt, wat kan ik voor je betekenen? Ik zeg, nou, ik denk, jij verhaalt hem wel 500 keer gehoord, heb Guido, hè? Ja, zoiets, ja, ja, ik val ook nog aan het slapen. Maar ik zeg, nou, ik wil de afspraak bij jou onder 4 ogen op korte termijn. Hij zegt, dat is goed. Wat is kort termijn? Ik zeg, nou, vanmiddag bijvoorbeeld. Ja, nee, dat gaat niet, dat lukt me niet. Maar ik bel over 1 uur terug. Nou, lang wel kort te maken. De volgende dag, dinsdag om 12:30. Ik zeg, dan nodig je uit voor een lunch bij Oud-Londen. Nee, daar heb ik geen tijd voor, zegt hij. Ik zorg er over een lunch op kantoor. Ik zeg, dat is goed. Dus ik was precies om 12:30. En ik ging weg om, ik geloof 3:10. Ik had geen tijd. Hè. Mijn arm om mijn schouder heen. En ik moet zeggen, we hebben 2,5 uur... ontzettend relaxed zitten, oude deuren. Want ik heb hem toen eigenlijk een beetje een meatball genoemd ook. Ik zeg, ons schofferen, kleineren in de pers. Ik zeg, ik weet dat we de kleinste club zijn met de laagste begroting. Maar we zijn geen kleine mensen en daar ben je voorbij gegaan. Nou, heb je gelijk in, zegt hij. Nou, ik zeg, ja, gelijk geven, dan ben je het eerste klaar. Hè? Maar in ieder geval, we hebben daar 2,5 uur gezeten en hij heeft ons nadien eigenlijk alleen maar geholpen. Ja. Alleen maar geholpen. Want daar hadden we begrotingen gediend. En toen kwam Jan Poortvliet als trainer. En Ivo Rossen, die kwam van een bos. En toen belde hij, stond toeval tijdens de bestuursvergadering op. En hij zegt, Ed, waar jullie nu mee bezig zijn, dat kan niet. Hij zegt, op die begroting Rossen aantrekken en Poortvliet. Ik zeg, ik neem voor mij aan dat het klopt. Ja. Hij zegt, morgen licentiezaken even benaderen. En sluit dat even kort. Toen ben jij erheen geweest, geloof ik, met Hans Mulders, ja. Hè? Ja. 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 En toen was het rond. En, nou, de begroting die zat dicht. Dus ja, daar kon ze dus niemand pakken. Nee. Hè? En hij is, ja, ik weet niet of het in het verhaal iets is, maar Harry Verhaai had zo toch meegeholpen, hè? Ja, dan Harry, heb ik Harry Verhaai gebeld. Ik zeg, jij kent alle in en uit van de club van KNVB. Zou jij geen adviseur van ons willen zijn voor korte periode? Hij zegt, dat wil ik wel doen. Dus die kwam hier 's morgens over de begroting heen kijken. Ja, hij is van origine een accountant. Dus die keek over die begroting. En die zei, ja, is het reëel? Ja, dat is reëel. Anders ja, we zeggen, een begroting blijft een begroting. Ja, oké. Okay. Hij zegt, daar een beetje eraf halen en de rest haal je door het jaar wel binnen. Ja. Nou, en, ik zeg, maar dan moet jij licentiezaken bellen nu. Ja, en hij had goede contacten binnen, binnen de KNVB. Ja, hij was een naam in die tijd vooral. Hè? Ja, dat zegt jullie misschien niks aan. Ja, PSV heeft hij ook. Ja, 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 voorzitter PSV geleid. Ja. Dus hij heeft Eindhoven in die tijd ook flink meegeholpen. Die heeft ook meegeholpen. Ja, die heeft er zover meegeholpen. Ja. Die pleegde een telefoontje naar licentiezaken. Ja. En daar kreeg je weer iemand een telefoon die hij kende natuurlijk. Ja. Ja, en toen zegt hij, waar zit jij? Ja, bij RC Eindhoven. Bij RC Eindhoven, ja. Nou, heel verhaal. Ja. Hij zegt, klopt die begroting? Hij zegt, nou, hij ziet er goed uit. Nou, hij zegt, dan zeg maar categorie 2. En dan zeggen ze wel eens, wat heb je aan Harry Verhaai gehad? Nou, dat. Ja, zeker. Maar die hebben ingangen. Kijk, ik ben bij licentiezaken geweest, maar wie ben ik? Ze kennen nu niet. Dan worden gewoon gechauffeerd daar, bij de KNVB. Want het zijn allemaal ambtenaren, nog. Ja.
allemaal. Allemaal echt op status gericht. Ja. En als je een naam hebt, dan kom je binnen. En als je geen naam hebt en van een kleine club komt, dan zo werkt het een beetje onder. Ja. We hebben een traject gehad van, ik ben daar verschillende keren geweest bij de spelersvakbond, bij de tuchtcommissie, bij alle stations, die moesten langs. Want iedereen moest een goedkeuring geven voor dat die licentie daadwerkelijk ingetrokken was. Daar speelde het net vooraf. Ja. Ik ben er geweest met Hans Mulders. Nou, en die man die gaat daar een verhaal vertellen. Ik zeg, meneer, dat klopt niet. Hij zegt, je bent hier alleen maar gekomen om te luisteren. Dus ik mag niks zeggen. Nee, zo zijn de spelregels hier. Ja, maar ze hadden de spelregels niet helemaal goed onder controle. Bleek achteraf, want we zaten iedere keer tegenover 3 man. En volgens dat statuten moeten ze met 5 zijn. Dus daar hadden we ze altijd kunnen pakken. Ja. Als het nodig was geweest. Ze zochten gewoon iemand om eruit te krijgen. Ja. En daar kwam in het begin, kon er weinig weerwoord, omdat wij die mensen niet kenden. Voor Ed, die kende Henk Kessler toen ook niet. En nee. Henk Kessler die had toch een stok om Eindhoven te slaan. In feite ze hadden wel gelijk. Hè? Ja. Ze hadden het toch van tevoren ook enorm verbruikt. Ja. Toen werd het landelijk nieuws, hè? Want de Telegraaf schreef er ook dagelijks over het. Meer als het Eindhoven Dagblad. Ik had een abonnement voor 250 belminuten en dan kreeg ik maandelijks 250-300 euro extra erbij, overheen. Ik liep de hele dag met dat ding aan mijn oor. Het was BNR Nieuwsradio, het was RTL, het was, noem maar op, Telegraaf, Volkskrant. En allerlei interviewtjes en toestandjes. Ja. Dat was toen in de voetbalwereld hot nieuws. Dat was echt hot nieuws, ja. Niet goed? Uiteindelijk niet goed, nee. Om 2 uur vanmiddag rolde er vanuit het bondsbureau in Zeist een fax binnen op het kantoor van FC Eindhoven. De strekking: FC Eindhoven is en blijft financieel ongezond. Voorzitter Ed Kremers was op dat moment duidelijk. Is het over en uit, Ed? Het zal waarschijnlijk over en uit zijn, ja. Het is een hoofdpijndossier, maar de situatie is als volgt. FC Eindhoven zit bij de financiële zorgenkindjes van de KNVB. De club vindt dat ze wel gezond is en is dus in beroep gegaan. Maar dat is nu afgewezen. De broodnodige deals met PSV en de gemeente Eindhoven gaan daardoor niet door. Conclusie, FC Eindhoven gaat met dit besluit kopje onder. Kijk, wij zoeken toch naar openingen nog. Hè, om te kijken of we toch nog ergens een weg kunnen vinden op burgerrecht of wat we ook doen. Om toch ons gelijk te kunnen halen. Er wordt, op een gegeven moment wordt er gezegd, er wordt gezocht naar openingen, naar hoe we het alsnog kunnen redden. Wat hebben jullie er uiteindelijk nog aan gedaan om alsnog door te kunnen gaan? Om niet het faillissement aan te hoeven vragen, maar om alsnog, ze noemen de gemeente, PSV. PSV noemen ze. Ja, die hadden we toen nog niet rond. En toen kwam het lumineuze idee om de lichtmasten maar in de verkoop te doen. Want het stadion is van de gemeente, hè? En die lichtmasten waren van ons. Nou, die bleken ook niet van ons te zijn, maar dat maakt niet uit. Maar dat wisten ze bij de gemeente ook? Wisten ze bij de gemeente, ja. Als ze het niet geweten hebben, dat weet ik niet. Maar ik had toevallig een heel goed contact met Rob Gijzel, toen de huidige burgemeester. En toen hebben die lichtmasten in aanbieding gedaan voor 4 ton. Ik denk, dan hebben we nog 1 ton over. Schuldaflast van 3 ton, dan hebben we nog 1 ton over. Ja, en na de gemeenteraadsvergadering. Ja. En toen was het deal eigenlijk rond, hè? Ja, toen zei ik, we gaan een potje bier drinken bij Stads, tegenover. Ik zei, dat komt wel goed. En toen werd ik een 3 kwartier, 1 uur later gebeld dat het was rond. Ja. Ik zeg, 4 ton? Nee, dan moet je morgen zelf met even een paar ambtenaren van me regelen. Ja, dat is goed. Dus die zaten 's morgens om 8:30 hier, met z'n 3. En ik zat hier alleen. Ik was er ook. Nee, was jij erbij? Ja, ik was erbij. Ze hadden we eens achter in de spelers dat weet ik nog wel. En dan zeg ik, Guus, ik heb het voor elkaar. Guus Jansson, ik zeg, nou, dat is prima. 4 ton, dat kunnen we nu tekenen. Ja, maar dat heb ik niet. Ik zeg, wat dan wel? Ja, 3 ton. Ik zeg, nee, dan moeten we weer naar het Eindhoven Dagblad. Dat de gemeente wil weer betalen aan de begrafenis van Eindhoven, maar niet aan het medicijn. Nou ja, en als ze ergens een hekel aan hebben, is dat de pers. Dat is pers, negatief. Hè? Nee. Maar wat wil je dan? Ik zeg, nou, waar we het over gehad hebben. Hij zegt, nee. Hij zegt, ik zeg, maar wat heb jij dan? Ja, 3,5 ton. Ik zeg, nou, dat is goed, dan tekenen we maar. Hè. Ja. En zo is dat gelopen, ja.
Maar ja, dat is een hele soapserie geworden. Ja, en toen was die begroting die was rond. En ja, toen was het niet de derde keer. Ja.